In de Brabanthal in Den Bosch is de 43e Artfair geopend. Er doen ruim 90 galeries mee, uit Nederland, België, Duitsland en Spanje. De beurs is als altijd breed geselecteerd. Er is antiek, er is hedendaagse kunst, er is glaswerk, er is fotografie. De beurs is tot en met 26 april geopend. We zijn hier in de stand van Van Loon en Simons. Joris van Loon, kun jij iets vertellen over dit glaswerk? Of is het geen glas? Het is een glaswerk, gecombineerd met brons. Het is van de kunstenaar Antoon van Wijk, Nederlandse kunstenaar uit Amsterdam. Blaast zijn glas samen met Richard Price, een bekende glasblazer. Zijn middengedeelte is van brons gemaakt. En het buitenste gedeelte, dus de kop, de vleugels en de staart, zijn geblazen glasobjecten. En dat in elkaar gevoegd maakt het een mooie vogel. Het werk inderdaad van Charles Rogersen. En dit is het beleg van Den Bosch 1629. Je ziet dus op een gegeven moment Frederik Hendrik in de midden staan met zijn te paard bij de overgave van Den Bosch met zijn graaf Casimir. Dat is de man die over de Ruitergarde gaat. En met de Sint-Jan in Den Bosch op de achtergrond. Amalia van Solms bovenin rechts bij de praaltent met het wapen van de zeven provinciën met haar gezin en de hofhouding. Dus met pak en praal ontworpen en uitgewerkt. En wat heel grappig is, hier op de linkervoorgrond vind je dan een tamboer die het schilderij uitkijkt. En deze tamboer, dat is dus Charles Rogersen die dat altijd zichzelf afbeeldt, die in een grote partij, dat is dus Charles Rogersen zelf die dan in het geheel verwerkt. Martijn Van Rooij van Van Rooij Fine Arts. Waarom heb je het werk van Mirjam Slaats meegenomen naar deze beurs? Ten eerste omdat het natuurlijk een fantastische kunstenares is. Dus ik presenteer haar op alle internationale beurzen wereldwijd. De nieuwe periode, dus haar witte periode, is, dat slaat op dit moment ontzettend goed aan. Het leuke hier is dat we ook dat zij speciaal schoenen heeft ontworpen. Allemaal unica's. En dat heeft natuurlijk een leuke link met haar broer die in de schoenenbusiness zit. En alleen de meest exclusieve ontwerpen maakt. We hebben vorig jaar is een heel mooi boek uitgekomen van Mirjam Slaats. En we gaan ons best doen en het zal zeker aan gaan slaan. Ine van Wel, directeur van de Artfair in Den Bosch. Een beurs in crisistijd. Wat zijn die verwachtingen van deze antiekbeurs? De verwachtingen zijn eigenlijk gunstig. De crisis is er natuurlijk wel, maar mensen willen toch genieten van kunst. En ik denk dat ze in deze tijd juist dan overgaan tot de aankoop van een mooi en een waardevol object om iedere dag naar te kunnen kijken.